Het stukje wat ik net weg heb overgeslagen is heel vies. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Hij is naakt. A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. Censorship. For the sake censorship. Of our children. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. The incision will occur. And the conception. And birthing is never easy. I'll make the cut fast. Just close your eyes and think. Zo, hij heeft even mijn haar getrimd, zie ik alweer. Oké, dus minst favoriete stuk, want ten eerste ik ben kreupel. Ten tweede. Ech. Oh mijn god, dit is echt zo'n scheidspel. Het is zo naaiend. Voor het eerst dat ik echt dood gegaan ben in dit spel. Wauw. Nou, hier gaan we weer. Ik heb zo'n hekel aan die vent, hè. Goed herinneren waar ik langs moet. Stop met zo snel zijn. Echt een poepspel. Kom op, vlucht. Oh, hij is zo dichtbij. Ik kan hier al janken. Pijn. Go! You and the rest of me ungrateful sluts! Nou, zo begroet je dan iemand wel. Batterijtje. Ik kom zo weer even terug, mensen. En ik ben weer terug. Ik nog meer batterijen, ja, daar heb ik wat aan. Oké. Ik wil hier weg in ieder geval. Ik moet het laden.
Oh. Ja, dank je. Ik moet die sleutel alleen nog. Dat is het kut hier, hè? Hier is de sleutel. En maak het. Oh, die schaduw. Oh, dat is zo niet leuk, die schaduw. Hart zit in mijn keel. Vet creepy als je weet dat die schaduw gewoon vlak achter je zit. Oh, dat was echt niet leuk. Oh, niet leuk. Oh, man. Ik kan nu hopelijk ontsnappen. Batterij, netjes. Maar hij telt mijn batterij niet eens op. Ik wil gewoon ontsnappen. So let me go. Ik wil nu wel graag. Ik wil nu wel heel graag van. Ja. Dank je. Het is echt een fucked up situatie. Kan ik hier nu eindelijk weg? Nou, mensen, we gaan er vandoor. Stressend spel.
Holy shit. Kijk, ik sta in brand. Hey, dat is Dr. Mafkees, dat is niet lift. Oh, dat moest ik wel filmen dus. Oké, nice. We gaan nu gaan we gaan er vandoor. Volgens mij maken ze nu echt letterlijk alles af. Wat nog beweegt. Ik ga doolhof hier. Oh, dit ziet er heel goed uit. Dit geeft mij een beetje hoop. Heel veel locaties komen zo bekend voor. Dit geeft me echt hoop, ik zweer het. Oh, ik ruik de uitgang. Ik kan me ruiken. Mr. Park. Hey. How the fuck are you still alive? Lolo. Oh, hij steekt mij gewoon neer, hè? Hol. No one can know. No one. Oh wow. Lekker. Oh, please, hier weg. Please, 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 please. Ik wil er eigenlijk hier weg. Dan weet ik dat ik het spel ook weer overleefd heb. We gaan er vandoor. Ik ben nog steeds zo kreupel als ik weet niet wat. Oh, dat ziet er zo positief uit, hè. Oh, kan in die auto. Nice. Holy shit, wat is dat? Oh shit. Rij ik weg. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Volgens mij moet ik deze keuze wel maken. Nou, mensen,
Dit was dus Outlast Whistleblower. Ik heb het overleefd. Vond je het nou leuk, druk dan op het blauwe duimpje omhoog. En als jullie meer gameplay willen zien, dan upload ik dat graag. Dus bedankt voor het kijken en bedankt voor de hartverzakking die ik voor jullie over heb. En tot de volgende keer maar weer. Tot ziens.